Mijn naam is Sebastian Ranne. Ik ben portfolio manager bij MN. Waar ik verantwoordelijk ben voor private equity en infrastructuurbeleggingen. Dat doe ik al 15 jaar ondertussen. MN is een grote institutionele belegger. Die werkt voor een aantal pensioenfondsen in Nederland. Met name de pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT. Maar ook de textielsector, MIT en de koopvaardij zijn onze klanten. We beleggen ondertussen 180 miljard. Dat was 200 miljard begin van het jaar. Een stukje naar beneden gezakt met de rentebewegingen. Maar nog steeds een hoop geld. En dat doen we voor 2 miljoen deelnemers. En dat zien we als een grote verantwoordelijkheid. Private equity, dat doen wij eigenlijk al sinds 1987. De eerste venturebeleggingen hebben we toen gedaan namens PMT. Dat was toen nog de eigenaar van MN. Als enige. Sindsdien zijn we hard gegroeid, maar sindsdien hebben we een grote portefeuille opgebouwd in private equity. Ondertussen meer dan 11 miljard onder beheer. 70 verschillende asset managers in Amerika, in Europa. Klein stukje in the rest of the world. Dat is bewust zo. De risico's zijn wat groter in die kant van de hoek en de rendementen zijn wat lager. Waar beleggen we in? Buyouts, venture, mezzanine, co-investeringen. En eigenlijk een hele range van sectoren. Hoe wij dit doen is, we stellen een strategie op samen met onze klanten. Daarna een mandaat en dan gaan we beleggen. Zo beleggen we per jaar ongeveer 1,5 miljard in private equity. En zo selecteren we een 10, 15-tal managers die in Amerika en Europa invulling geven aan ons private equity programma. Ik bouw mijn bewust eventjes van groot naar klein op. Ik ga deze presentatie wil ik met name richten op hoe wij kijken naar ESG naast rendement en risico. Dat de volgende slides hierover gaan. Wij kijken binnen private equity generiek naar onze private equity manager en willen eigenlijk dat die hele bubs van managers richting het ESG-spectrum schaalt. We zijn daar heel kritisch op bij de aanstelling van deze managers. Geven bewust focus ook op verschillende thema's waar we invulling op het gebied van impact willen geven. En dat zijn thema's als circulaire economie, gezondheidszorg, betaalbare huisvesting, innovatie in Europa. En dan moet je denken aan hele bewuste beleggingen op het gebied van innovatie in Europa, beleggingen in start-ups en scale-ups die in Nederland vanuit de technische universiteiten komen en die we doorfinancieren. Dan moet je denken aan beleggingen in circulaire economie. Dat zijn beleggingen in het opschalen en het bouwen van fabrieken die bouwafval omzetten in schone materialen zoals bio-ethanol. Het zijn beleggingen in de gezondheidszorg die de gezondheidszorg betaalbaar houden, maar ook toegang tot de gezondheidszorg verbeteren. Het laatste grote thema is natuurlijk energietransitie, waar PME en PMT onze grote klanten volop op inzetten. Dat spelen we via infrastructuur, infradept, maar ook via private equity met bewuste managers die zich richten op het decarboniseren van beleggingen. En ondernemingen helpen om de stappen te zetten om een kleinere ecologische footprint neer te zetten. Als je het hebt over ESG, dan valt het bij ons in een normenkader. We kijken naar 5 P's bij het selecteren van managers, op het moment dat wij due diligence doen. Dat zijn parent, hoe ziet de organisatie eruit, hoe is de governance ingeregeld. Zaken als processen, hoe is de strategie, hoe zijn de processen bij de manager ingeregeld, hoe ziet dat team eruit onder people, is daar voldoende mankracht om de beleggingen te doen, hebben ze voldoende kennis en kunde om die beleggingen vorm te geven. Performance, dat werd net al gesteld, een van de belangrijkste drivers voor van waarom selecteer je managers, performance. Outperformance levert een bijdrage aan de doelstelling om ten opzichte van aandelen een hoger rendement te halen. We streven minimaal 2% boven aandelen na. En dat halen we met, durf nu te zeggen, met twee vingers in de neus, met het rendement van vorig jaar was 50%.
daar tornen we niet aan. Ook niet voor impactbeleggingen en ook niet voor ESG-beleggingen. Dus het rendement moet minimaal net zo goed zijn als de generieke beleggingen die wij doen. Omdat we later niet aangesproken willen worden. En dan haak ik terug op wat José eerder noemde in de presentatie. Dat wij managers selecteren op private equity beleggingen doen namens onze klanten. Die een lager rendement hebben ten opzichte van de andere partijen. En dus dat je dus toegeeft. Wij denken dat er een en-en is. He, dat je goed belegt in managers die focussen op ESG en impact. Dan creëer je betere ondernemingen. Met betere ondernemingen maak je jezelf aantrekkelijker. En zorg je ook dat kopers meer bereid zijn om iets meer voor je te betalen. En zorg je ook dat de efficiëntie beter is. En dat de werkgelegenheid beter en de cultuur beter is. Dat zijn eigenlijk allemaal factoren waarvan wij denken van dat helpt om die ondernemingen beter te maken. Waardoor we zeggen dat ja, ESG... dat moet gewoon omhoog in bij al die private equity managers in hun strategie. En dat zorgt uiteindelijk voor een hoger rendement. En de laatste factor is planet. En daar zit eigenlijk al onze duurzaamheidsnormen in vastgesloten. Dan kijken wij naar drie hoofdgebieden wanneer wij due diligence doen. En een beetje een beeld te vormen. Als men het weet, due diligence doen op een manager kost dat 3-4 maanden aan werk. Waarbij we veel interviews houden met die partijen. Een private equity manager is vaak een team van mensen. Dat kan een club van 20 man zijn, maar dat kan een club van 150 man zijn. Die dan belegt. En wat wij doen, wij toetsen eigenlijk de organisatie op allerlei factoren. Waaronder ESG. Een goed commitment richting ESG hebben en moet goed beleid hebben daaromtrent. De risico's kunnen identificeren, maar ook de juiste stappen kunnen zetten wanneer die risico's er zijn. Maar ook op de positieve zaken inzoomen. Hoe ga je om met engagement, stakeholder management? Hoe ga je om met positieve zaken die je kunt bewerkstelligen? We kijken naar ESG-integratie. Hoe gaat zo'n manager om met zijn belegging? Hoe communiceert hij met al die onderliggende ondernemingen? Die managementteams die in die ondernemingen actief zijn dagelijks om die ondernemingen te leiden, maar ook beter te maken op het gebied van de ESG. De laatste stap is reporting. Wat krijgen wij dan duidelijk weer terug als investeerders? Als investeerders zijn wij op zoek naar naar tastbare informatie die uniform is en die voldoende informatie voor ons levert. Om te zeggen, ja, op basis hiervan kunnen wij vaststellen dat deze manager de juiste dingen aan het doen is. En de tweede reden is dat we de juiste informatie bij elkaar willen verzamelen, zodat we dat bij elkaar kunnen optellen en daarover kunnen rapporteren richting onze deelnemers. Voorbeelden van ons normenkader op het gebied van Planet liggen op het gebied van welke uitsluitingen voeren. We willen niet in olie- en gasbeleggingen zoals PME dat heel hard uitgesloten heeft. Maar er zijn ook een aantal andere zaken die vanuit de VN-reglementen eigenlijk niet meer passend gevonden worden. Kinderarbeid, bond. Zaken waar de werkgelegenheid niet serieus genomen wordt. We sluiten aan bij de OESO-normen, zoals ook eerder, in ieder geval het aanstaf. Zoals eerder gesteld werd in deze presentatie, wij vragen onze managers om aansluiting te zoeken bij de OESO-guidelines wanneer zij due diligence doen. Dat zijn uitgebreide vragenlijsten die zij moeten hanteren. Inclusie en diversiteit, dat zijn met name thema's die vanuit Amerika zijn overgekomen. Wij focussen altijd op ESG en dat doen we eigenlijk al jaren. Maar vanuit Amerika die begon op een gegeven moment wakker te worden. Ja, maar wij vinden inclusie en diversiteit gegeven onze diverse workforce vinden we enorm belangrijk. Is ook een belangrijk ESG-thema geworden. En dan kijk je naar hoe is je management opbouw? Hoe is de man-vrouw verhouding? Hoe ga je om met in de onderneming met stimuleren van de werkgelegenheid? Met name ook voor minderheden. En hoe zorg je dat je team als het ware gewoon heel divers is opgebouwd? Wij zien er gewoon de meerwaarde van in. Dat je met een breder team en een breder cultuur in je organisatie een betere efficiënte werkgelegenheid creëert en een betere onderneming kan leiden. Een recent thema binnen ESG is cybersecurity. Het viel eigenlijk altijd onder processen, maar wat we zien is de laatste jaren dat een enorm groot aandachtspunt is geworden.
Met name als je belegt in innovatie en technologie, dan wil je niet dat de Chinezen als het ware die technologie weer overnemen. Dat zijn werkelijke risico's die wij op dit moment ook zien. We beleggen in Nederland in allerlei start-ups die zich bezighouden met de laatste high-tech technologie. En dan wil je niet dat partijen zoals een Huawei of een andere Chinese omvang daar kennis komt nemen. Dus wij kijken heel goed naar hoe gaan onze managers om met de veiligheid daaromtrent. We vragen managers om case studies, van wat doe je wel en wat doe je niet. Kan je ook daadwerkelijk aantonen dat je niet alleen ondernemingen hebt uitgesloten, maar dat je ook heel kritisch hebt gekeken wanneer je dit deed. Van hoe je omgaat met zaken. En als je een voorbeeld te geven, wat veel managers teruggeven, is dat zij wanneer ze een investering doen, dus ze kijken naar managementteam, maar ze kijken ook naar de E van werkgelegenheid. Hoe is dat ingeregeld? Hoe gaan ze om met vakbonden? Wordt er, als je een onderneming koopt, wordt daar voldoende aan de reglementen voldaan? En als dat schimmig is, dan worden dat soort investeringen gewoon niet gedaan. Dat is er eentje op E, op het gebied van governance zie je vaak dat reglementen en overheidstoezicht, dat niet overal even goed ingeregeld is. Nou, dat zijn red flags of er zijn issues die opgelost kunnen worden door de private equity managers. En soms zijn het risico's, soms zijn het dingen die weer meegenomen worden. Wanneer ze een onderneming kopen en weer doorverbeterd worden in de toekomst. Ten slotte vragen we onze managers om uitgebreide ESG-rapportages op te stellen. Het is goed dat je zegt dat je iets doet, maar het is ook goed om te laten zien dat je dingen doet. En die ESG-rapportages die begonnen met een paar slides tijdens een jaarvergadering tot nu uitgebreide boekwerken. 50, 60 pagina's is tegenwoordig best gewoon. En dat zijn er vaak de hele grote partijen die eraan kunnen voldoen, maar ook de kleine ondernemingen en de kleine managers van een man of 10, 20. Weten nu ondertussen al welke issues ze moeten rapporteren en beginnen daar ook te rapporteren. Dus we zien daar een enorme vooruitgang in ontstaan. Ja, voldoe je er niet aan, dan vallen dit soort managers gewoon eruit. Ook heb je dan 2-3 maanden werk gedaan, dan gaat er een streep doorheen en dan wordt die belegging niet gedaan. Want het gaat toch om het kapitaal van de pensioenfonds. We willen gewoon zeker van zijn dat alle managers die wij aanstellen voldoen aan onze eigen criteria die we vrij hoog gesteld hebben. Met de partijen die we al in de portefeuille hebben, we hebben de 70 in de portefeuille, voeren wij periodiek een discussie van waar sta je, dit was je ESG-beleid en wat heb je verbeterd en welke voorbeelden kun je geven. En de partijen die dat niet goed doen, die geven een goed bedoelde push naar voren. Laten zien hoe andere partijen dat doen, zodat zij ook de juiste richting uitgaan. Eigenlijk allemaal naar rechts richting een beter ESG-beleid. Een voorbeeld van integratie. We hebben het gehad over rapporteren, we hebben het gehad over beleid. Wij vragen eigenlijk van onze managers, dit is relatief nieuw, dat wij in onze engagement met onze managers vragen we, joh, zorg er nou voor dat je wanneer je ondernemingen koopt, dat je heldere KPI's gaat opstellen met die managementteams van die ondernemingen. Identificeer de risico's, de kansen, zet die centraal, ga erover rapporteren richting je investeerders, wij als LP's. En ga dat monitoren en rapporteer daar uiteindelijk dan weer terug over wanneer dingen niet goed gaan of goed gaan. Met duidelijke KPI's help je die private equity managers in die ondernemingen hun doelen te bewerkstelligen. Tot slot van deze presentatie heb ik een aantal do's en don'ts opgeschreven. Wij zoeken naar managers die leiderschap kunnen tonen. Leiderschap op dit van duurzaamheid. Die net een stapje verder zijn dan andere partijen. In rapportages, in de stappen die ze zetten. Maar ook op congressen zich uitspreken en de juiste kant uitgaan. Dat vereist helder beleid. Dat vereist het goed nagaan van het naleven van alle afspraken die je met de investeerders zoals wij hebt opgesteld. Het formuleren van heldere KPI's. En duidelijke voortgang op ESG-doelstellingen die gesteld zijn. Maar wat willen we dus niet? Ja, greenwashing. Het is helaas dat
die paar die het verzieken voor de rest, die rond ESG het thema een beetje verpesten. Al die stappen die we al die jaren gezet hebben met die ondernemingen, dus, is natuurlijk enorm goed geweest. En natuurlijk is er veel kritiek op te leveren, maar je ziet gewoon dat het grootste gedeelte van de partij gewoon wel de juiste dingen aan het doen is. En dat wordt dan teniet gedaan door partijen in de markt die dan de verkeerde dingen doen. Dus helaas heeft greenwashing een negatief effect. En als je dan ziet in Amerika van willen niks met ESG te doen hebben, hoe dat in de publieke omgeving zijn weerslag heeft. Wij hopen dat dat in Europa toch minder impact zal hebben. En dat de lijn die is ingezet richting ESG en meer impactbeleggingen vorm verder krijgt. Ja, andere don'ts, geen ESG-beleid, niet investeringen in ESG-verbeteringen. Dat zijn eigenlijk dooddoeners. Een belangrijke is eigenlijk die grens opzoeken. He, van wat is nou acceptabel? En daar kan ik wel voorbeelden van geven. Een bedrijf wat bedenkt van, we hebben piraterij rond de kust van Afrika. We mogen niet in wapens investeren, maar wat we nou als we investeren in een bedrijf wat de beveiliging van schepen doet, die rond Afrika investeert. En men, wat vinden jullie daar nou van? Nou, dat zijn voor ons duidelijke beleggingen. Dat moet je gewoon niet doen. Het staat niet in de regels dat je niet in servicebedrijven mag investeren. Maar dit zit zo dicht tegen van wat wij als institutionele beleggers niet willen doen. Zo blijf je eigenlijk continu in dialoog met je private equity managers om te kijken van ben je nog steeds de juiste dingen aan het doen en waar kan het scherper? Zeg ik het eind van mijn wat korte presentatie. Maar er is voldoende ruimte voor vragen waar ik graag met jullie de dialoog over aan ga. Helder verhaal volgens mij. Ik ben benieuwd of jullie dat met me eens zijn. Want zijn er hier pensioenfondsen, vermogensbeheerders in de zaal die denken, wat hij vertelt, wij doen het precies zo. Of zijn er juist zaken waar jullie denken van, nee, wij doen het toch wel wat anders. Iemand? Merk jij verschil in Europese en Amerikaanse aanpak? Zie je dat heel erg terug in private equity? Enorm. Wat we zien is, ESG is met name begonnen binnen private equity in Europa. De grote institutionele beleggers in Europa, de Scandinaviërs en de Nederlanders voorop, zijn als eerste hard gaan roepen. Wij willen ESG, we vinden dat gewoon een wezenlijk onderdeel van hoe je duurzaam belegt binnen private equity. Dus een jaar of 10 geleden is dat begonnen. En we zijn, omdat we ook groots in Amerika beleggen, zijn we hard gaan drukken in Amerika op die managers van joh, wij willen dat gewoon anders. Dit kan gewoon niet zo. Samen met andere Nederlandse beleggers, APG of Sintrus of Scandinavische partijen, maak je dan een vuist. Dus we zijn grote beleggers. Dus als je ergens in een fonds van een miljard zegt, wij investeren 400 miljoen, dan heb je ook wat in de pap te brokkelen. En dat betekent dus dat ze zeggen, je had geen ESG-rapportage, maar vanaf volgend jaar heb jij wel een ESG-rapportage. Dat moet hier en daar aan voldoen. En dit is je voorbeeld. Kijk maar hoe andere partijen het ook doen. Dus we zijn weer langzaamaan die Amerikaanse partijen hebben we gedraaid richting meer ESG. En wat je wel in Amerika gezien hebt, dat in tegenstelling tot wat eerder geroepen is, dat in Texas dat ze daar ESG wars zijn, dat veel grote institutionele partijen, met name in andere delen van Amerika, bijvoorbeeld Californië, die wel juist pro-ESG zijn. En die juist ook die push aan het maken zijn. Dus we zien juist de grote private equity huizen, die zien we een enorme draai aan het maken. Achter de Europeanen aan, maar wel de juiste kant op. Ja, maar wat ik je dan wel hoor zeggen is dat je daar wel een bepaalde omvang voor nodig moet hebben om daar ook, dat het voor jullie voordelig uitpakt, dat je ook jullie omvang daarin kunt gebruiken om stappen te zetten. Ja, dat klopt. We hebben gelukkig de luxe dat we groot zijn in omvang. Dat is niet altijd handig, want je kan niet overal in beleggen, want je bent gewoon te groot. Maar op het moment dat je dan ergens in belegt, dan heb je heel snel een seat aan de advisory board. Maar ook qua kapitaal ben je zo interessant. Je hebt ook een soort leiderschaps- en volgfunctie. Dat andere Europese beleggers allemaal, als er hen ernaar gekeken heeft, dan zal het toch goed zijn. Dus die komen ook aan boord. Dus je hebt behoorlijk wat invloed die we ook echt actief inzetten bij al onze private equity managers.
André? Ja, zijn er nu ook bepaalde PE-strategieën die jullie echt helemaal uitsluiten? Ik bedoel, bedrijven kopen met heel veel eigen schuld bijvoorbeeld, of opkopen, opsplitsen. Zeggen jullie van bepaalde aanpakken, dat doen we echt niet? Ja, ik ben ook bij een aanvulling hierop. Want je hebt een heel rijtje eisen waar die mensen naar moeten voldoen. Ja. Hoe vervallen dat eigenlijk? Waar kun je dan nog uit kiezen? Omdat het ook al zo moeilijk is tegen. Want er is veel meer vraag naar private equity dan dat er aanbod is. Al die managers die kunnen uit een heleboel kiezen. Ja. Dan zeg je wel, ja, we krijgen de Amerikanen mee om ook die ESG-rapportage te gaan doen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook heel veel zijn die dat niet willen. Ja. En die dan ook automatisch alweer afvallen. Nou, het zijn twee aparte vragen. Eerst die van André beantwoorden. Maar dank voor beide goede vragen. Managers die of strategieën die wat lastiger zijn, maar wel heel veel waarde gecreëerd kan worden, zijn distressed en turnarounds. En dat zijn, managers die investeren in ondernemingen die om wat voor reden dan ook in een crisis terecht zijn gekomen, waarbij de onderneming verbeterd kan worden door extra kapitaal, nieuw management teams, maar ook een nieuw ESG-beleid. En wat we gezien hebben in het verleden, is dat vanuit een economisch perspectief dat vaak ook de juiste rendementen oplevert. Maar dat dit soort strategieën ook risicovoller zijn op het gebied van ESG. En zo waren wij belegd in een Amerikaanse manager uit Miami, die had belegd hier in V&D in Nederland. En die deed turnarounds en V&D liep niet zo lekker. En wat ze in Amerika deden met dit soort ondernemingen, zochten ze naar mogelijkheden om die onderneming hier op de rit te krijgen. Wat ze dan deden was het investeren in beter management, nieuw kapitaal erin, zodat ze groei konden doen, het herfinancieren van die ondernemingen. Ook te kijken van, kunnen we de kosten verder verlagen? Nou, op het moment dat je de kosten gaat verlagen in een onderneming die al niet zo goed loopt, dan kom je heel snel op een spanningsvlak. En met name in de Nederlandse setting dacht deze manager het verstandigste te doen om te zeggen, nou, kunnen we niet een loonoffer vragen aan de mensen in Nederland? Want dat doen we in Amerika ook. In plaats van dan zeggen we nu een loonoffer, min 15%. En dan krijg je daarvoor terug een stukje aandelen, participaties als het weer beter gaat. Maar zo werkt het niet in de Nederlandse setting. Hè, zeker niet met onze vakbonden. We hebben veel discussies gehad met die manager over zijn strategie. Ook rondom V&D. Maar we wisten natuurlijk al dat die de vierde kant uitging. Die manager wilde dat toch doorzetten. We hebben afscheid van die manager genomen. We hebben gewoon de hele pluk van belegging die we hadden bij die manager hebben wij in de secundaire markt verkocht. Hoe makkelijk is dat? Nou, er is een levendige secundaire markt. En op het moment dat je een afslag accepteert, mm-hmm, die groot genoeg is, dan kan je van je positie af. Dus eigenlijk geldt voor alle secundaries. Ja, maar je leidt altijd wel een dat je verliest erop. Ja, maar je... Op het moment dat je een investment belief hebt en dat je de juiste dingen wil doen, en dan vallen daar bepaald type managers vallen daar dus niet onder. En dus dit soort managers en dit soort strategieën wil je dus gewoon niet hebben. Dus we hebben die manager verkocht. Nee, daar schoon je af en toe toch je portefeuille op en pak je deze meteen mee. Maar zo sturen we wel op van wat zijn best practices en welke partijen wil je wel of niet hebben. Dan jouw vraag over, er is zoveel kapitaal in de private equity markt. Kan je dan wel de juiste dingen bewerkstelligen? Ja. En wat je ziet is dat wij zijn niet de enige in Nederland die ESG hoog in het vaandel hebben staan. Maar er zijn heel veel Europese beleggers die hetzelfde erover denken. Dus wat wij doen is samen met een aantal andere partijen, zullen zeggen van, wij kijken allemaal naar dezelfde manager die wij interessant vinden vanuit een rendementsperspectief. En qua strategie laten we nog eens een extra tandje erbij zetten. En wat je vaak ziet is dat dit soort partijen daar absoluut voor openstaan. Het kost tijd en soms heb je een groeipad nodig van 1-2 jaar, maar uiteindelijk kom je er wel. Dus er is voldoende te kiezen, ook als je wil. Ja. Nog iemand een vraag? Ik heb
nog een vraag, mag dat? Nou, dan mag dat. Ja, als er verder niemand is, dan moeten we bij ons naar André toe. Ja, nou ja, er is natuurlijk heel veel discussie over het verdienmodel van private equity. De 220% regel. Ja. Regel. Ja, je zou kunnen alleen al daarvan kunnen zeggen hoe duurzaam is dat verdienmodel? Is het inderdaad vanuit de S of de G wel aanvaardbaar dat je daar zoveel geld aan uitgeeft? Ook al maak je van die mooie rendementen. Ja, nou, dat is een hele goede vraag. De private equity, het 22-model, dus een heel bekend getal en model wat erop zit. Dus het is heel moeilijk om dat te veranderen. Als je een grote belegger bent, dan kan je wel dingen veranderen. Dus wij betalen geen 22 bij onze private equity beleggingen. Tenzij het een kleine manager betreft, waarvan je zegt, ja, maar wij vinden het belangrijk dat er een groot team staat. Dat er voldoende resources zijn, dat de strategie goed uitgevoerd kan worden. Dus we kijken eigenlijk naar het budget van die manager. Hoeveel mensen neemt hij ervoor aan? Hoe is het ESG-beleid ingericht? Hebben ze een ESG-manager ook aangenomen? Hoe ziet de governance eruit? Dus bij kleine partijen ben je eerder bereid om een 22 te betalen. Maar voor grote managers doen we dat dus gewoon dus niet. Het model aan zich is dus geen... anders kun je helemaal niet beleggen in private equity. Anders kan je niet beleggen in private equity. We hebben vorig jaar netto 50% gemaakt na alle kosten. Dus het is absoluut waard dat je dus hogere kosten betaalt. En ik maak zelf de kostenrapportage voor onze klanten. Het is altijd een vergrootglas op die kosten. We zijn de allerduurste asset class. En als de rendementen niet waargemaakt worden binnen private equity, dan is het ook over en uit. En dat is dus ook met hedge funds gebeurd. Dus dat hangt als een zwaar van Damocles boven deze asset class. Maar zolang er nog zoveel kapitaal is wat deze kant uitvloeit, blijft dat model in stand.